Marijn vraagt wat het standpunt is van de Partij van de Arbeid over het hervormen van de financiële sector. Dat is een hele goede vraag. Want de financiële crisis die de wereld nu raakt, teistert, is geen natuurramp, maar is het gevolg van doorgeschoten liberaliseren van de financiële sector. Hoe minder toezicht, hoe meer de markt zijn werk doet, hoe beter het zou zijn. Nou, dat hebben we gezien. We zitten allemaal op de blaren. Nee, dus wat er moet gebeuren, dat is investeringsbankieren, nutsbankieren, moeten in ieder geval van elkaar onderscheiden worden. De bonussen die heel verkeerde prikkels geven in de financiële sector, die moeten totaal worden gestopt. Die moeten worden verboden bij wet, anders kun je dat echt niet oplossen. De kapitaalseisen moeten worden opgevoerd, waardoor er niet hele grote zeepbellen ontstaan in de financiële sector. Dat moet geregeld worden. Ik voeg er één ding aan toe. Dat kunnen we alleen doen wanneer we dat in Europa samen doen. En daarom zal de Europese Unie, zal het eurogebied meer samen moeten werken, meer bevoegdheden moeten krijgen. Dat benadruk ik omdat er ook linkse partijen zijn die niet meer Europa willen. En tegen onze vrienden bij bijvoorbeeld de SP zou ik willen zeggen, mensen, denk daar goed over na. Wij kunnen geen tegenmacht vormen tegen de financiële sector internationaal als we niet ook bereid zijn internationaal samen te werken en daarvoor ook bevoegdheden achter staan, bijvoorbeeld aan een bankenunie in Europa. Dus alsjeblieft, wees wijs, laten we internationaal de handen ineens slaan en de financiële sector beteugelen. Dat is het standpunt van de Partij van de Arbeid en dan zijn we daarmee zowel sociaal als sterk en socialer en sterker. Dat is het motto van de Partij van de Arbeid. Stem op ons op 12 september.